In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Spreken wij vandaag over de deugd van de zuiverheid. De Heilige Schrift leert dat God niets zozeer op prijs stelt als een kuise ziel. De kuisheid is met de goddelijke deugd van de liefde de koningin van alle deugden. Liefde tot God betekent immers reinheid, zuiverheid, vrij zijn van smet van al het geschapene. Een kuise ziel houdt zich ook verre van alle aardse begeerlijkheid. En daarom maakt de kuisheid, zo zegt de heilige Ephrem, van de mens eigenlijk een engel. Ja, de kuisheid, de zuiverheid, maakt de mens zelf gelijk aan God, die verre is van al het aardse. God, die een zuivere geest is, ver van het lichamelijke. Wij zien ook dat Gods Zoon zich een maagdelijke moeder uitkoos, Maria, een maagdelijke kuise voedstervader, de heilige Jozef, en een maagdelijke kuise voorloper, de heilige Johannes de Doper. Het is ook, volgens de heilige Hieronymus, omwille van de zuiverheid van Johannes de evangelist, dat deze leerling de lievelingsleerling van onze heiland was. Wij zien dus, groot is de waarde van de zuiverheid. Maar groot, mijn dierbaren, u weet het, is ook de strijd die in ons heerst om net deze deugd te beoefenen en te behouden. Sint Augustinus noemt de strijd om de zuiverheid de verschrikkelijkste strijd die een katholiek moet voeren. Deze strijd wordt namelijk dagelijks op de meest brutale wijze uitgevochten. Een strijd die wij ook enkel maar kunnen winnen indien wij een grote waakzaamheid beoefenen omtrent onze gedachten, onze ogen en ons hart. Betreffende de onkuise gedachten moet men eerst twee dwalingen wegnemen. Een eerste dwaling waarbij godsvruchtige zielen menen dat elke slechte gedachte al aanstonds zonde is. Er kan echter geen zonde zijn zonder toestemming van de wil. Al zouden wij nog zo gekweld worden door bekoringen, zolang de innerlijke toestemming ontbreekt, is er geen zonde. Sint Alfonsus zegt zelfs dat een ziel, indien zij God waarlijk wil dienen, indien zij normaliter de zonde verafschuwt en twijfelt na een gedachte of zij wel toestemming heeft gegeven tot die onkuise gedachte, dat zij waarschijnlijk geen doodzonde heeft begaan. Personen daarentegen die, laat ons zeggen, iets wat ruimer zijn van geweten en menen dat slechte gedachten eigenlijk nog geen doodzonde zijn, zolang men ze nog niet uitvoert, ook zij zijn in dwaling. Want wat men niet mag doen in de daad, mag men ook niet verlangen met zijn gedachten. Nee, wij moeten elke onkuise gedachte bestrijden. En daardoor verzamelen wij echt verdiensten, daar wij God verkiezen boven het slijk van de aarde. Sterkend is ook te bemerken dat zelfs de heiligen bekoringen hadden op dit gebied, ook door onkuise gedachten. De heilige Benedictus sprong bij onkuise gedachten in de doornstruiken en Petrus van Alcantara sprong in koud water. Anderen geeselden zich. En zelfs de grote Paulus, hij spreekt van een prikkel in het vlees. En Paulus vroeg onze lieve Heer om bevrijding.
Maar Jezus zegde dat zijn genade genoeg was om de overwinning te behalen. En nadat de heilige Catharina 3 dagen lang bekoord was door onkuise gedachten, verscheen onze heiland. En de heilige Catharina sprak: Heer, waar was u? En Christus antwoordde: Ik was in uw ziel en ik heb u daar kracht verleend om aan de bekoringen weerstand te bieden. Mijn dierbaren, dat is sterkend voor ons, want hetzelfde geldt zeker voor ons als wij bekoord worden. Ook wij kunnen met Gods genade overwinnen. Strijden we dus moedig, brengen wij offers, verrichten wij onze gebeden. Deze bekoringen zijn geen zonden. Deze bekoringen zijn gelegenheden om onze trouw, onze liefde tot God te uiten. Mijn dierbaren, de bekoringen zijn er, maar wat kunnen wij doen tegen zulke gedachten? Ten eerste, zegt Sint Alfonsus, moeten wij nederig zijn. Sint Alfonsus zegt dat het schijnbaar typisch is voor hoogmoedige zielen in die zonde te vallen. Het lijkt alsof God dit voornamelijk voor hen gereserveerd heeft. Wij moeten daarom steeds onze eigen zwakheid vrezen en al onze hoop op God stellen. De heilige David zegde: Voordat ik nederig werd, zondigde ik. Al te vaak zien wij dat een ziel die uit de biechtstoel stapt en denkt: Ik kan het, ik ga vooruit in het geestelijk leven, die overtuigd is van zichzelf, dat de duivel komt en kort daarop deze ziel bekoort met onkuise gedachten. Wezen wij dus nederig, ten allen tijde. Het tweede hulpmiddel is bij zulke onkuise gedachten direct naar God te vluchten, niet alleen te blijven, maar bij God om hulp te smeken. We moeten de geest op God richten, bijvoorbeeld door schietgebeden. God, liever sterven dan u beledigen. Nee, niet Barabbas, maar Jezus. Ten derde moeten wij dikwijls communiceren, dikwijls te biechten gaan. Jongeren, ga te biechten. En de duivel probeert ons net om deze zonden uit valse schaamte niet te laten biechten. Nochtans, zegt de heilige Philippus Neri, een geopenbaarde bekoring is reeds half overwonnen. Doen we dat dus? En onthouden wij dat de heilige communie ons net het kostbaar bloed van Christus schenkt, dat de sterkte is van de zuiveren. Augustinus zegt: aardse wijn zorgt voor onkuisheid. Hemelse wijn, de heilige communie, het kostbaar bloed, bewaart ons ervoor. Een vierde middel is het mijden van de luiheid. Wie niets doet, dus zijn verstand eigenlijk uitschakelt, laat het roer over aan de gevallen natuur, aan de duivel. En zij komen niet met heilige gedachten. Zij komen met bekoringen. Vlucht de luiheid. Nadat de heilige Alfonsus ons gesproken heeft over de kuisheid in onze gedachten, wil hij ons nu spreken over de zedigheid van onze ogen. De heilige Augustinus zegt: Uit een oogopslag ontstaat een gedachte. En uit de gedachte ontstaat de begeerlijkheid. Had bijvoorbeeld koning David niet van op zijn dakterras de badende Betsabé gezien, zou hij haar niet begeerd hebben en tot zonde zijn overgegaan. Ook wij kunnen misschien met Jeremias klagen: Mijn oog heeft mij van mijn leven beroofd.
De heilige Gregorius, hij zegt, als wij onze ogen niet bedwingen, dan worden zij als vleeshaken die ons met geweld meesleuren en tot de zonde dwingen. Onzuivere gedachten komen vaak via onze ogen binnen. Daarom zegt de heilige Franciscus van Assisi, wie niet wil dat de vijand in zijn vesting binnendringt, hij sluit de poorten. De heiligen hielden daarom hun ogen steeds teneergeslagen. Zo wist de heilige Bernardus bijvoorbeeld niet of de zoldering, het plafond van bepaalde publieke plaatsen plat of gewelfd was. Uit voorzichtigheid. Mijn dierbaren, wat ons schaadt is niet zozeer een toevallige blik, maar wel het aanstaren. Het is niet geoorloofd aanschouwen te betrachten wat men niet mag begeren. De opgemerkte beelden zullen ons nadien blijven achtervolgen. En heel mooi merkt de heilige Alfonsus op dat het evangelie enkele keren maar specifiek melding maakt dat onze lieve Heer de ogen opsloeg. De heilige Alfonsus trekt de conclusie. Wat betekent dat opslaan van de ogen bij Jezus anders dan dat hij ze normaliter neergeslagen hield? Volgen wij hierin Christus na? Ten derde, na de bewaking van onze gedachten en onze ogen, maant de heilige Alfonsus ons ook aan tot de bewaking van ons hart. Dit betekent dat we moeten waken over onze vriendschappen, aan wie wij ons hart schenken. En dat is natuurlijk een breder thema dan de kuisheid alleen. Met wie gaan wij om? Vrienden hebben is goed. De psalmist zegt immers, zie hoe goed en hoe aangenaam het is als broeders samen zijn. Niets is te vergelijken met een trouwe vriend. Geen zilver en geen goud wegen er tegenop. Vriendschappen, mijn dierbaren, vriendschappen voornamelijk van hetzelfde geslacht, dienen om elkaar te bemoedigen, om elkaar te ondersteunen, tot het goede aan te sporen. In de wereld zijn er echter weinigen te vinden die zich op de heiligheid toeleggen. En daarom kan een ware katholiek niet veel vrienden bezitten. Gevaarlijke en dus verkeerde vriendschappen zijn vriendschappen die berusten op zinnelijke genoegens, op verkeerd gemeenschappelijk genot, op ijdele eigenschappen van elkander. Zulke vriendschappen zijn een groot beletsel voor de heiligheid. Heiligheid die van ons allen wordt verwacht. Met slechte vriendschappen geeft men makkelijk de ingetogenheid van geest prijs. De geest van geloof en gebed worden opgegeven, omwille van de vriendschap. Zelfs de heilige Theresia van Avila zag haar plek in de hel, indien zij zich niet ontdeed van een gewone vriendschap. Een vriendschap die niet heiligend was. Stellen wij ons de vraag, met wie gaan wij om en met wie gaan onze kinderen, onze jongeren om? Ouders, ook daar hebt u een plicht. Sint Alfonsus gaat dan van de vriendschappen over naar ons thema van de zuiverheid. Dus over niet passende vriendschappen met het ander geslacht. Zulke niet passende vriendschappen moeten wij in één keer breken. Indien u dat langzamerhand tracht te doen, komt er niets van terecht. Men mag niet denken, tot nu toe is in deze vriendschap, deze relatie, niets onbetamelijks gebeurd. Dat is eigenlijk normaal. Maar de duivel begint niet met het ergste direct.
Maar de duivel beoogt wel de doodzonde vanaf het begin. En in de strijd voor de kuisheid kunnen wij op bepaalde momenten slechts lafaards zijn. Enkel lafaards kunnen winnen, zegt Philippus Neri. Enkel degene die wegvlucht uit zulke situatie kan blijvend overwinnen. Anderen die met het gevaar strijden, zullen vallen, zeker op dit gebied. Jongeren, pas op. En de heilige Thomas zegt, andere ondeugden kunnen wij in het aangezicht bestrijden. De onkuisheid kunnen wij slechts overwinnen door de vlucht te nemen. Als men dus bemerkt dat in de omgang met iemand ongeregelde neigingen in het hart ontstaan, verstik deze direct, alvorens ze in sterkte toenemen. In deze vastentijd controleren wij onszelf betreffende onze werkplaats, ons woongebied. Controleren wij of wij met personen van het andere geslacht wel een gezond, voorzichtige omgang hebben. Zo niet, doen wij er iets aan. U kunt uw eeuwig heil verspelen. De heilige Alphonsus waarschuwt ook ons niet te denken, ach, die deugdelijke persoon betekent geen gevaar voor mij. Misschien wel. Eerst zult ge misschien, indien ge niet oppast, zijn of haar deugd beminnen. Dan die persoon. En uiteindelijk zult gij beiden in de afgrond storten. Men zal uiteindelijk niet meer als engelen omgaan, zoals men denkt te doen, maar als mensen van vlees en bloed. Men wisselt vriendelijke woorden uit, geniet van elkanders gezelschap en de oorspronkelijke godsvrucht slaat over in zonde. Misschien niet direct de ergste zonde, maar wel zonde, vrijwillige beledigingen van God. Ook daar passen wij dus op, onder goedwillige mensen, zijn wij daar niet zomaar te laks. Natuurlijk, de heilige Alphonsus wil dat er wel huwelijken ontstaan, katholieke huwelijken, maar eerst door eerbiedwaardige vriendschappen te onderhouden. En ook dat kan slechts op een gepaste leeftijd geschieden, niet op 16 jaar. Onmogelijk. Dat kan pas als men elkaar een levensonderhoud kan voorzien en in een bepaalde tijd zelfs kan huwen. Jongelingen die wensen te huwen, verkeren uit voorzichtigheid ook eigenlijk nooit alleen met elkander. Men moet de waakzaamheid beoefenen. Men kan niet voorwenden iemand te beminnen door de zonde van het lichaam te bedrijven en daardoor elkaar tegelijkertijd elkaar ziel in de hel te storten. Dat is een valse, zondige liefde, geen katholieke liefde. Kiezen wij dus onze vrienden van beiderlei geslacht zorgvuldig uit. Een filosoof zegde, gij zult worden gelijk aan diegene met wie gij omgang hebt. Men wil immers deze vriend, deze persoon behagen en men volgt deze persoon na. En de mens is geneigd dat te doen en dat te laten wat men ziet doen en wat men ziet laten. De profeet Amos zegt, als de vogel niet door een andere lokvogel zou verleid worden, dan zou de vogel niet in de strik geraken. Men moet zich bewust zijn dat de duivel zich van andere mensen bedient om als lokvogels te dienen om onze zielen in het net van de zonde te vangen. Wij moeten een gezonde voorzichtigheid bezitten. In Christus beminnen, ons lieve Heer zegde, zalig de zuiveren van harte, want zij zullen God zien. Dat loont zich, God zien. Laat ons dus kuis zijn in gedachten, in woorden, in werken, in begeerten. En dan zullen wij God volledig kunnen vatten en smaken, de Allerheiligste, Hij die een reine geest is. En vragen wij ook tenslotte aan onze lieve vrouw en de heilige Jozef, deze twee kuise zielen,
waarbij ons lieve Heer meer dan 30 jaar lang wilde leven, en om de genade, deze koninklijke deugd van de kuisheid, te mogen beoefenen, te bezitten en te bewaren. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.